allemaal, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit keer heb ik een vlog. Ik ga jullie namelijk deze week een kijkje in mijn leven geven en laten zien wat ik zowel op een dag doe, nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Hallo. Lekker weertje, hè? Ja. Ik zit nu gezellig bij de kipjes en ik weet niet of jullie het al meegekregen hadden, maar de kippen hebben een nieuw kippenverblijf. Want ze hadden eerst namelijk een hok en een ren en dan liepen ze als wij thuis waren door de hele tuin. Maar ze poepten best wel veel en ze maakten best wel veel planten kapot en dat is natuurlijk wel erg zonde. En daarom hebben ze nu hun eigen deel in de tuin en hun hok die zit in het tuinhuisje. Zo kan ik toch niet mijn verhaal doen, jongens. Stefje. En wij hebben nu één kipje minder. Dat komt omdat we ooit terugkwamen van mijn opa en oma. En toen liep ik naar de kippen toe om het luikje dicht te doen. En toen zag ik een hele grote vogel hier in de tuin zitten. En een paar seconden later zag ik dat hij een kipje van ons op zat te eten. En dat was echt heel erg verdrietig. Want het kipje is dus nu doodgemaakt door die roofvogel. En daarom hangen hier nu ook allemaal touwen in de lucht om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. En het kipje wat dus gepakt is, is Josje. En zij was een van de kuikentjes van afgelopen zomer. En we hadden toen twee kuikentjes gehouden en daarvan is er nu eentje dood. Echt heel erg zielig. En degene die nog wel leeft, dat is Simba. En zij is nu heel erg gegroeid, dus ik ga jullie haar nu even laten zien. En dat is dit mooie beestje en dit is Simba. Zo, nu gaan we even soep eten. Mijn moeder maakt elke weekend heel erg lekkere soep. En het is nu heerlijk weer, dus we kunnen het lekker buiten op eten. Dus dat maakt het nog extra leuk. Gisteren kwam ik opeens op het spontane idee om de omlijning van de ramen en de deur van dit speelhuisje te verven. Hier speelde ik vroeger altijd in, maar nu is het dus van de kippen. Hier zitten ze graag in als het regent of als ze zin hebben om even binnen te zitten, lekker beschut. De palen van de hekken van de kippen en de deur zijn ook zwart en ook is het tuinhuisje zwart. En daarom staat het nu allemaal mooi bij elkaar. Nou, het verven is klaar. Mijn vader had ook nog even geholpen, want het was toch wel wat meer werk dan dat ik dacht. En ik ga jullie nu even laten zien hoe het is geworden. Hey Simba, zit je lekker? Mama en ik gaan even deze paastak versieren en ik heb hier even de eitjes neergelegd. En deze hebben we ooit allebei van opa en oma gekregen. Deze zijn echt heel erg leuk, want er zitten allemaal kipjes op. Ja, want wij hadden afgelopen vrijdag hadden wij pannenkoekjes gebakken. En we hebben er dus nog eentje over, dus die ga ik nu lekker opeten. En we hebben er ook appel in gedaan. Dus helemaal één groot feest, jongens. Eén groot feest. Een beetje naar dit, maar ik ben hem vergeten op te warmen. En ik heb nu al dit spul erop gedaan. Maar ik ga hem dus denk ik gewoon koud eten, want misschien is dat ook wel lekker. Ja.
gekke meisjes. Wat zijn jullie aan het doen? Deze kippen zijn zo raar. Jullie hebben twee broedhokjes en dan gaan jullie met z'n allen in één. Dat snap ik even niet. Zef je later. Wat moet je hiermee met deze kippen? We gaan nu lekker avond eten. Lekker mama. Ja. Zeker. Het is nu zondagavond en wij gaan nu Boer zoekt vrouw kijken. Goedemorgen, het is nu maandag. Ik heb net gegeten en alle andere dingen gedaan die ik normaal gesproken ook in de ochtend doe. En ik ga zo meteen met mijn begeleider bellen via mijn laptop, via Teams. En dan gaan we even bespreken hoe het nu gaat. En dan heb ik daarna gewoon mijn normale lesrooster die ik moet volgen. Nou, dit is mijn rooster voor vandaag. Ik heb Frans, dan geschiedenis, Duits valt uit, dan Nederlands. En scheikunde, dat heb ik niet, dus dat valt ook weg. Dus ik ga zo meteen met Frans beginnen. Ik heb nu even een korte pauze en daarom laat ik jullie even zien hoe mijn moeder een smoothie maakt. Wij doen er fruit in, maar dat niet alleen. Wij doen er namelijk ook nog spinazie bij. En dat maakt de smoothie heel erg leuk groen. En je zou misschien denken dat het helemaal niet lekker is, maar dat is het dus juist wel. Dus ik zou zeggen, probeer het zeker een keer, want het is echt heel erg lekker. En er zit dus groente in en daarom is het nog extra gezond. Ik ga jullie even mijn planner laten zien. Dit is namelijk de Marsha planner. En hier plan ik altijd mee voor school, maar ook voor andere dingen. En ik ga jullie nu even laten zien hoe ik plan nu we thuis school hebben. Elke nieuwe week met plannen begin ik natuurlijk met het opschrijven van de dagen. En de Marsha planner heeft ook allemaal hele leuke stickers erbij zitten. En daarom pak ik deze van april, want het is natuurlijk april. Ook schrijf ik nog even het weeknummer op. Frans en geschiedenis zou ik normaal gesproken op school ook hebben. En economie en wiskunde, dat is huiswerk voor de volgende dag. En daarna maak ik het ook nog even wat vrolijker door wat leuke stickertjes op te plakken. Mijn planning loopt niet helemaal volgens plan, want het is nu zo laat en ik ben nog steeds bezig met geschiedenis. En dat is nog best wel een werkje, dus dat is echt helemaal niet fijn. En ik ben er echt helemaal klaar mee, maar ik heb het nog niet af, dus ik zou nog wel even door moeten gaan. Gekkert. Gezellig hè, poepies. Doei. Ik ga even daar zitten. Met mijn tosti. En een kopje thee. Oh, ik schrok. Een Simbaatje. Wat doe jij? Kijk eens.
Nou, eigenlijk heb ik nu Nederlands. Maar ja, je mag wel een beetje cheaten. Dus wij zijn nu lekker in het bos aan het wandelen, dicht bij ons in de buurt. En ik heb het best wel warm eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel leuk dat het lekker weer is. Nou, kijk eens wie er is. Ja, voor jullie is het natuurlijk gewoon zomaar een vogel, maar voor ons niet. Want eergisteren, toen was precies deze vogel hier in de tuin aan het spartelen op de grond. Want hij was ergens tegen aangevlogen. En toen hebben wij hem geholpen. Tijgertje. Tijger. Ze ziet me niet. Ja, daar ben ik. Kom. Ja. Hey. Mijn vader heeft laatst een bankje in het kippenhok gemaakt. En dat vind ik heel erg leuk. Want hier ga ik dus op zitten om lekker naar de kipjes te kijken. En Tijger komt heel erg vaak naast mij zitten. En dan ga ik haar aaien. En ik heb ook best wel vaak meegemaakt dat ze het zo prettig vindt. Dat ze gewoon in slaap valt. Maar het is in ieder geval heel erg schattig altijd met Tijgertje naast me. Lieverd. Ja, jij bent de lieverd. Oh. Oh, en dan is het er klaar mee, hè? Ja, dan sta je opeens op. Ja. En het is weer tijd om avond te eten. Dus ben ik nog even lekker gaan chillen op mijn kamer. En heb ik wat leuke filmpjes gekeken op Videoland, Netflix, YouTube. Dat allemaal. Het is inmiddels de volgende dag. Het is vandaag dinsdag. En misschien hoor je het al op de achtergrond. Ik zit namelijk nu bij mijn wiskundelesje. Tada! P kwadraat tot de vijfde, dat betekent niks anders dan P kwadraat keer P kwadraat keer P kwadraat keer P kwadraat. Dan hadden we ook nog 44H, waarbij we min 2. Zoals iedereen denk ik wel weet, kunnen we niet naar school vanwege corona. En ook ik heb online en thuis les. Het is nog best wel goed te doen, moet ik zeggen. Alleen is het systeem soms wel een beetje overbelast, omdat er zoveel mensen tegelijkertijd op zitten. Bij ons heeft de ene docent het beter geregeld dan de andere, vind ik. Bijvoorbeeld bij wiskunde is het echt helemaal top. Dan zitten we op Teams, dat is een programma voor online les. En dan filmt ze haar whiteboard terwijl ze aan het uitleggen is. En dan praat ze er dus ook bij. En dan is het echt prima te volgen. En als je een vraag hebt, kan je het in de chat zetten. Bij Nederlands moeten we alleen gewoon opdrachten maken. En hij legt dus helemaal niks uit. En dat is nog best wel lastig om jezelf ertoe te zetten om dat te gaan doen. Dus ja, dat vind ik gewoon minder fijn. Voor Engels moeten wij een filmpje maken waarin wij Nederland vergelijken met een ander land waar ze Engels spreken. En ik vind het echt een leuke opdracht, want het kan makkelijk van het huis. En ik hou natuurlijk van filmpjes maken. En als we eenmaal ons filmpje af hebben, moeten we het opsturen naar onze docent. Het is nu weer zo lekker weer en daarom kunnen we buiten eten. En wij eten macaroni. Ik zat net heerlijk op de bank, maar ik heb mezelf er toch maar toe gezet om de krantjes te gaan vouwen. En het grappige is dat ik een jaar geleden ook ooit zo'n vlog had gemaakt. En daar liep ik ook al krantjes en toen liet ik het voor het eerst aan jullie zien. En dat is dus al een jaar geleden, dus ik loop nu al een jaar
krantjes. Echt best wel lang als ik het zo bekijk. En ik moet zeggen dat ik het lopen nog ineens heel erg vind. Van tevoren zit ik wel een beetje tegenop en doe ik liever iets anders. Maar het is best wel goed voor mijn beweging. En als het eenmaal gedaan is dan, en ik kijk erop terug, dan denk ik ook van nou, dat heb ik eigenlijk best wel snel gedaan. Maar het vouwen, dat vind ik echt gewoon echt een rot klusje. Maar wat het wel beter maakt is dat ik even een muziekje opzet. En dan is het op zich wel te doen. Het krantjesvouwen is af en we zitten nu met z'n allen op de bank om Château Meiland te gaan kijken. Goedemorgen, ik zit nu even achter mijn ontbijt. Maar ik wil jullie even wat vertellen, want ik was net naar de kippen en toen ging ik het luikje open doen. En toen kwam er een vogel over me heen vliegen. En die landde toch toen in de boom. Maar hij vloog een beetje moeilijk en hij landde ook een beetje moeilijk. Dus ja, dan weet je al gelijk, zeker, dat is die ene vogel. En nu zit hij daar zo ergens in de takken. Echt heel erg grappig. En ik vind het echt leuk dat hij steeds terugkeert. En normaal gesproken heb je dat misschien ook wel met vogels, dat ze vaker naar je tuin toe komen. Maar nu weten we natuurlijk dat het echt dezelfde is, omdat we hem herkennen. Schatje. Kom. Ach, ach. Ik heb de vogel nu vast. Want ik wou nog heel even naar de kijk voordat ik naar boven ging. En toen opeens zag ik haar naar beneden vallen. Echt heel zielig, maar ze komt nu even bij in mijn arm. Of in mijn hand. Oh, ik vind het zo sneu. En ze heeft iets aan de pootje. En volgens mij gaat het met de vleugel ook niet helemaal goed. Ze is helemaal in shock. Poepie toch. Zou ik je even neerzetten? Ja. Oh, zo, ik ben nu net aangekomen in mijn geschiedenisles. Het is nu 14 over 9 en de les begon om 9 uur, dus ik ben een beetje laat. Maar ja, ik kon natuurlijk die vogel niet zomaar laten zitten. Oké, hartstikke mooi. Intussen heb ik een heleboel binnen gekregen al. De laatste tijd, wat ik niet echt gefilmd heb, maar ben ik een beetje gaan oefenen met hoog houden, want het is echt iets wat ik echt best wel graag zou willen kunnen. Dus ik heb echt best wel vaak geoefend en het gaat nog niet altijd even goed. Maar ik merk wel dat ik er beter in word en hier had ik een hele goede prestatie. Dit was dan het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval leuk om op te nemen. Maar als je het dan leuk vond, doe dan zeker even een duimpje omhoog bij deze video. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Doei! Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine.